Een kans is er altijd. Maar dan moet ik zeggen, ja, dan moet toch wel problemen zijn bij Mercedes. Nou, dames en heren, een heel hartelijk welkom. Het is tijd voor Slipstream. Kees en ik kijken vooruit naar de Grand Prix van Canada. Maar vorige week vroeg ik of jullie vragen hadden. En die kon je in de comments onder Slipstream zetten. Nou, massaal. We hebben geen tijd om ze allemaal te behandelen. Maar we doen er een heleboel. En met de vragen kijken we misschien ook wel vooruit naar Canada. We kijken nog niet vooruit naar Le Mans. Want binnenkort komt er een speciale Slipstream gewijd aan de 24 uur van Le Mans. Ja, gaat ook mee, hè, Kees? Le Mans. Naar Le Mans? Ja, toch? Ik begrijp ik hoop dat, het. Ja, volgens mij ga jij ook mee. Ik hoop het, oké. Okay. Ja. Nou, we moeten dat nog goed bespreken, maar ik hoop het wel. Wat is de mooiste race die er is? Ja, helemaal goed. Ja. Ik zet even mijn leesbril op. Er zijn een heleboel mensen, onder andere Rick van der Munkhof, die vragen wat wij vinden van de reglementen van na 2021. Ja. Ik geef gelijk een antwoord op deze vraag. En dan wil ik eerst wat anders zeggen over die vragen. Daar vind ik niks van. Want die zijn er niet. Nee. En die hadden er al moeten zijn. Hè. Ja. Het is inmiddels juni. Dat staat ook zo beschreven hoe dat moet werken. Maar er is niks. Er zijn spinsels. Ja. Hè. Maar iets concreet is er niet. En dat is eigenlijk een schande. Ja. Zo. Dus, en wat ik daar ook van vind, Kees, want ze hebben zo lang lopen treuzelen over dat motorenreglement. Er komt van de week ineens naar boven dat Porsche een motor klaar heeft, op de testbank heeft gehad voor het reglement. Overigens is dat niet echt nieuws, want volgens mij hadden we dat in juli 2017 al een keer geroepen, dat die motor er was. Maar goed, ik denk dat het gebakkelei over de reglementen er onder meer voor gezorgd heeft dat het uiteindelijk ook niet doorgaat. Ja, en daar zie je het idiote. Omdat alles zo onzeker was. Zijn er dus, is. Of is, ja. Zijn er dus geen nieuwe motorenfabrikanten? Er waren ook Cosworth, Aston Martin. Ja, ja. Zo, die hadden interesse, Gibson had interesse. Zo, nou, Porsche dan. Die hebben allemaal gezegd, ja, te onzeker. We weten niet hoe en wat. En nu zegt men, ja, omdat er geen andere fabrikanten komen, laten we het maar bij het oude. Ja. Ja, en overigens is dat ook nog niet bevestigd, maar ja, een beetje. Maar goed, daar hebben we het al eerder over gehad. Maar mag ik even wat zeggen, voordat we de rest van de vragen? Ik vind dat super. Wij hebben heel veel, we hebben een paar kijkers die, nou ja, die moeten dat zelf weten, dat ze er niks aan vinden. En dat is ook prima, we leven in een vrije wereld. Maar we hebben wel heel veel kijkers die echt, jou zou ik tot in de detail luisteren. Ik heb vorige week gezegd van Vettels ronde was super. Nou, dat vind ik nog steeds. Hè? Maar die kijker had natuurlijk, ik ben even zijn naam kwijt, volkomen gelijk dat er sowieso een Ferrari verder zou zijn gekomen. Maar goed, ik vond toch die spanning. Maar ik vind dat wel heel mooi als ik die vragen ook hoor. En dan denk ik, nou, wij hebben toch wel kwalitatief hoge kijkers. En dat wilde ik even gezegd hebben. En ik bedank de kijkers daarvoor. Nou, helemaal goed. Een wat simpele vraag. Ja, die vond ik zelf eigenlijk heel leuk. Die zegt, er is in Europa, en Canada hebben we dat niet in Europa, ook Formule 2 en Formule 3. Hoe zit dat? Want zoveel ruimte is er niet in de pitstraat. Moeten die mensen alles opruimen? Hoe gaat dat? Nou, die mensen van de Formule 2 en de Formule 3, ja, die komen gewoon met hun spullen naar de pitstraat, achterop een karretje, en nemen alles weer mee als ze uitgereden zijn. Ja, en dat kan dus alleen, laat ik zo zeggen, ik heb dat ook meegemaakt. Dat kan dus alleen omdat het dan bij Formule 1 rijden. En dat geeft, laat ik zeggen, zoveel misschien respect of goodwill. Maar als zo'nzelfde team, ik noem maar wat, op Spa of op Zolder behandeld zou worden, dan zou iedereen schelden en tieren. Want het lijkt nergens op, want die mensen die komen, laten we zeggen, een paar minuten voordat de training begint, hebben eigenlijk niks. De meesten hebben dan een connectie met een Formule 1 team. Dan mogen ze voor die garage staan. Ja. Niet erin. Moet alles op een trolley, bijna met een kruiwagen gebracht worden. Ja, ik begrijp de waarde om in het voorprogramma van Formule 1 te rijden. Maar ik ga dan toch even terug. Ik vond het toch een betere tijd toen Formule 2 en ook Formule 3 nog een eigen kampioenschap was, waar 20.000, 30.000 mensen kwamen kijken, maar door die lui de hoofdact waren. Ja. En dat is nu niet meer. Nee.
Oh, dit is trouwens heel leuk. Dat zie ik nou pas. Er is iemand met een nickname 1888 Sparta. Nog gefeliciteerd, Kees, trouwens, over Sparta gesproken. Oh, dankjewel. En dan kom ik gelijk maar even naar Canada. Hè? Ja. Zo, want daar gaat natuurlijk weer een Mercedes winnen. Ja. Maar, dat, die vraag nou, komt nog. Nou ja, goed, maar nu je het over Sparta hebt, de wonderen zijn de wereld niet uit. Ja. Dus misschien Verstappen. Ja. Zou een racebaan andersom mogelijk zijn, wil hij weten, rijden? Het simpele antwoord is ja, na wat aanpassingen. Ja, het grote probleem is natuurlijk hoe de vangrails opgesteld staan. Hè? Want ja, je moet die uitloopzones hebben. En als je anders omrijdt, heb je die dan niet. Hè? Nee. En dat is een punt. Maar even in het verleden, toen de Tulpenrally nog... Een echte rally was. Ja, dat is nu ook maar voor historische auto. Was er altijd een klassementsproef op het circuit van Zandvoort. Daar reden ze tegen de klok in. En is weliswaar geen autoracen. Maar op de kartbaan in Kerpen, het circuit van Michael Schumacher. Daar hebben ze wel een layout. En natuurlijk heb je daar geen vangrails. Waar ze de ene wedstrijd met de klok mee en de andere wedstrijd tegen de klok inrijden. Ja. Dus het kan. Ja, zou meer circuits moeten doen. Vincent Jansen die had een hele leuke, moet ik zeggen. Want we hebben het heel veel vragen over de straf van Max Verstappen in Monaco. En of dat terecht was en wat wij ervan vinden. Nou, dat wordt zo duidelijk. Maar die had ook een terechte. Die zegt, volgens mij staat er in het reglement dat je niet meer dan een x-aantal wagenlengtes achter je voorganger mag rijden. 10. En Bottas deed dat wel, want die reed nog ongeveer in raskas toen Hamilton al binnen was, om ervoor te zorgen dat hij niet stil kwam te staan bij de pitstop. Waarom heeft hij daarvoor geen straf gekregen die Sirotkin wel kreeg een paar jaar geleden? Ja, maar goed, dan moet ik herhalen wat ik ook vorige week en misschien wel de week daarvoor en de week daarvoor en het jaar geleden gezegd heb. Er is willekeur. Ja. Zo, en dat is heel vervelend. Ja. Hè? Goed, het blijft mensenwerk. Maar ik moet zeggen, ja, ik hou niet van willekeur, dus daarom zeg ik zo vaak die straffen. En dat zie je nu zelf. Hè. Mercedes maakt nu bekend, of maakte bekend, dat zij een pitstopfout hadden met Hamilton vanwege dat hij over een luchtsleutel reed. Daardoor kwam Bottas niet helemaal goed uit. Nou ja, ik heb vorige keer ook gezegd dat dit had niet bestraft moeten worden. Gewoon race-incident en doorgaan. Ja, bovendien blijf ik zeggen, Max ziet dat groene lampje, die lollipop gaat omhoog, hij rijdt weg. En ja, eigenlijk komt hij toen hij tegen Bottas aanreed, waarschijnlijk achter dat Bottas daar reed. En dan blijf ik zeggen, die Bottas die heeft zo'n beeld, die ziet Verstappen daar rijden. Ja, die kan daar ook van zijn gas afgaan. Hè, dat is ook, overigens, ja. De oplettende kijker die mag meteen een comment maken. Sirotkin was vorig jaar tijdens de Grand Prix van Frankrijk. Dus dan hebben we dat meteen rechtgezet, Kees. waarom wordt het analoge pitbord nog steeds gebruikt? Terwijl alles op het dashboard te zien is en je met 300 kilometer langs rijdt. Nou, die vraag is prima en het antwoord is simpel. Dat zal traditie zijn en misschien vertrouwen ze toch niet altijd de techniek. Maar totaal overbodig. En dan stel ik gelijk de vraag aan jou. Hè. Ik heb geen ervaring mee, maar jij komt ook met 300 met je Spice in Monza aan de pitstraat voorbij. Kan jij het bord lezen? Nee. Dit soort letters zijn als hier op het pitbord wat achter jou staat, dan die zie je absoluut niet. Als ze groter worden, en zeker als je de pitborden die ze op Le Mans gebruiken met die hele grote LED-letters erin, ja, die zie je wel. Okay. Hè, maar zo'n klein pitbord zie je absoluut niet. En nee. Ik bedoel dat... Maar ik geef je even, zo dat heb ik nog geen herinnering, de radio, Ferrari. Zo, dan was het Michael over 2 ronden binnenkomen. Dus dat hoeft niet op pitbord. Dan volgende, Michael, we gebruiken een ronde van een seconde sneller via de radio. Wordt niet op pitbord. Dus een beetje traditie. Ja. Maar goede vraag, overbodig. Overigens, over radio gesproken. In de IndyCar hebben ze een radioknop waar alle rijders elkaar op kunnen horen in de zin van, als jij binnen wil komen, dan zeg jij over dat kanaal, ik ga de pits in. Dat is op zich ook wel een hele aardige. Ja. Vooral als je vlak achter elkaar rijdt. Ja. Wat in Detroit een beetje misging met onder andere Sebastian Bourdais. Maar goed, dat terzijde. Dick Vergeven, als Fiat Chrysler samengaat met Renault, dat is in de autobranche een geluid dat naar boven komt, kan Renault dan ook de beschikking krijgen over een Ferrari motor? Nou, de Fiat Chrysler groep is heel groot, met heel veel merken.
Renault is ook heel groot, met Nissan wat daarbij zit en een merk als Dacia. Alleen een merk wat daar nou net niet bij zit, bij Fiat Chrysler, is Ferrari. Ferrari staat helemaal los van wat heet FCA, Fiat Chrysler Automobiels. Dus het makkelijke antwoord zou zijn ja, maar het reële antwoord is eigenlijk nee. Ja, en dan gaan we, dat klopt. En dan gaan we nog een stapje verder. Waarom zou Renault dan nog meedoen? Ja. Hè? Ja, wat je krijgt in de... Kijk, samen staan we sterk acties van die autofabrikanten... komt omdat het dan goedkoper wordt om nieuwe modellen te maken... en om te investeren in de toekomst. Dus het is niet onlogisch dat wat ze nu doen... een Ferrari-motor, je noemt hem Alfa Romeo... en je zet hem... Hè, dus uit marketingoogpunt zou dat natuurlijk kunnen gebeuren, Kees. Ja, maar een Ferrari-motor in een Renault die dan Renault heeft, daar kun je er beter mee stoppen. Misschien kunnen ze dat toch wel beter doen. Maar dat denkt niet iedereen in Frankrijk hetzelfde over. Een heleboel mensen willen weten. Maakt Red Bull een kans in Canada? Het woord is aan Kees van der Gint. Oh, dankjewel. Nou ja, dat heb ik. Een kans is er altijd. Maar dan moet ik zeggen, ja, dan moet toch wel problemen zijn bij Mercedes. Ja. Want het circuit is eigenlijk helemaal geschreven op de Mercedes'en. Power nodig, downforce nodig, goede remmen nodig. Ja, normaal gesproken moet ik zeggen, is het een Mercedes-overwinning. Ja. En gaat Max weer proberen om de beste van de rest te zijn. En de strijd met Ferrari aan. Maar... zoals we, dan wil ik maar ook maar de Go Ahead Eagles noemen, of RKC. We gezien hebben, de wonderen zijn de wereld niet uit. Dus laten we het hopen, maar reëel gezien, zonder problemen bij de mensen uit Stuttgart, ja, wordt het een Mercedes-overwinning. Een 1-2 weer? Ja, ja, dat geldt hetzelfde voor. Geen gekke dingen. Pitstop moet goed gaan. Geen crash. Kan, hè, want je gaat toch de start. En dan kan dat daar wat gebeurt. Maar normaal gesproken, als alles volgens, laat ik zeggen, plan verloopt, zoals de verhoudingen liggen, 1-2. Ja, nou heeft Rai Vai een vraag. En dat slaat misschien ook wel een beetje op Canada. Die zegt, zijn de Formule 1-auto's niet te lang? Ja. Nou, dat antwoord heb je. Ja, maar... dat is naar mijn mening, of smaak. Maar smaak valt niet te twisten. Nee. Maar zolang het reglement dat toestaat, ja, is dat oké. Want technisch gezien, hoe langer die auto is, hoe meer neerwaartse druk je gaat creëren. Ja. Door een groter oppervlak onder die auto. Nou, dus ja, of eigenlijk nee, zijn niet te lang. Want je wil die neerwaartse druk hebben. Maar ja, qua smaak. En als je dat, ik geloof dat we een prachtig plaatje hebben... daarvan. Als je dan kijkt naar de 2004 Ferrari en de huidige, de succesvolle Mercedes. Nou, de 2004 Ferrari heeft nog steeds een aantal records staan. Ja, die was toch een stukje korter. En dan zwijg ik maar over auto's uit de 70 en 80 jaren die aanzienlijk korter zijn. Ja. Maar ja, toen speelde ook aerodynamica niet zo'n grote rol. En dus ik zeg ja, ze zijn te lang. Maar dan zou het scheelt bijna, het scheelt een meter. Ja, een meter ongeveer. Nou, dat is eigenlijk het verschil tussen een mooie personenauto en een vrachtwagen. Ja. Nou, dus ik vind persoonlijk, ja, te lang. Maar het reglement moet dan komen en moet ook dat vastleggen, hoe lang je mag zijn. Dat is niet het geval. Nee, maar, en daarom zeg ik, het is voor Canada toch ook interessant. Hè? Al die dingen zijn waar, maar je hebt ook drie bochten waar... de zogenaamde change of direction, hè, waar je van rechts naar links heel snel moet draaien. Daar is een lange auto toch in het nadeel? Dat nadeel is kleiner dan het andere voordeel. Ja, dat is veel, veel kleiner. En je hebt gezien, hè, dus als er ergens dan een nadeel zou zijn, zou het in Monaco zijn. Nou ja, dat was er niet. Hè, dus, en als het daarom niet is, is het nergens. Precies. Ja, overigens zei Mark Blundell, ex-Formule 1-rijder, Le Mans-winnaar, die zei over Canada, hij zegt, wat je niet op tv kan uitleggen en wat mensen niet kunnen begrijpen, is de klappen die je krijgt als je daar over die curbstones rijdt. Ja. Hij zegt, dat is zo bizar. Ja. Ja. Hij zegt, het is er niet beter op geworden toen de auto's van koolstofvezel werden gemaakt. Even kijken. Kees, de crypto-koning, die wil van ons weten...
wat de top drie beste coureurs uit het verleden en heden zijn. En wat ze zo speciaal maakten. Nou, daar kunnen we heel kort, denk ik, even wel aandacht aan hebben. Niet te lang over uitweiden. Ja, maar dat is wel een hele moeilijke vraag. Hè? Want dat is weer persoonlijke keus. En de beste is wel heel moeilijk te zeggen, omdat die periodes anders waren. Ja. Maar ik kom dan, voor mij, nummer één. De beste, dan praat ik over de beste, is Schumacher. Ja. Want hij heeft gewoon de meeste records staan. Ja. Nou, en dat is de enige maatstaf die er is. Ja. Ja? Of hij de snelste was, dat weet ik niet. En dan kom ik mijn persoonlijke voorkeuren. Die gaan uit naar Jim Clark, Ayrton Senna, nou ja, en dan Michael. Ja. Ja? En al, maar dan zeg, voer ik er gelijk aan toe. En niet om mensen plezieren. Als ik dan nu kijk, vandaag. Ja. Dus ik, ja, Verstappen is de beste. Ja. Ja, maar hij heeft nog geen kampioenschap op zijn naam. Nee. En zelfs geen snelste trainingstijd. Ja, ik heb altijd een, als je dit soort dingen vragen gesteld worden aan mij, dan heb ik altijd een zwak voor mensen als Stefan Bellof. Te vroeg overleden, maar ja, zo'n waanzinnig talent. Echt, die had al een Ferrari-contract op zak. Iemand als Graham Hill, waarvan ik zeg van ja, de veelzijdigheid van die man. Maar ik moet zeggen, bij mij, Graham Hill ook, maar Graham Hill als persoonlijkheid. En natuurlijk veel gepresteerd, maar ik bedoel, reëel gezien was hij niet zeker niet de beste coureur. Nou, was niet de snelste, denk ik. Nee, een hele goeie. Maar zoals jij vorige week ook zei, hij kwam bij Matra om Le Mans te winnen en werd een beetje raar aangekeken, maar bleek een absolute teamspeler te zijn. Nou, absoluut, maar datzelfde gebeurt na het overlijden van Jim Clark. Heeft hij Lotus op sleeptouw genomen en wordt dan ook nog even wereldkampioen. Maar niet, het was natuurlijk niet qua snelheid een Clark, of het was ook niet qua snelheid een Jochen Rindt. Maar als je dan hebt iemand waar ik mee gewerkt heb en zegt, en behalve in IndyCars, maar in Formule 1 niet een al te groot succes was Zanardi. Zanardi. Zo, maar daar heb ik dingen meegemaakt, fantastische testrijden. Ja. Wat een gevoel die en analysatievermogen die had. Ja, geweldig. Ja. Maar goed, de vraag was. Nou, ik wil nog één naam noemen en dan houden we ermee op. Want dit zijn van die heerlijke discussies aan de borreltafel waar je uren over door kan praten. En nooit uitkomt. Maar een man waarvan ik zeg, ondergewaardeerd over het hoofd gezien door de Formule 1, is Tom Christensen. Echt vind ik, als je zo vaak Le Mans wint en als je zo lang, zo hard gaat, professional. Ja, ik vind het een heerlijke vent. Maar dat doe ik niet, maar dan kan ik weer een naam noemen. Bernd Schneider, Klaus Ludwig, ja. Dus, nee, maar goed, ik denk dat ik een paar aardige namen, of wij een paar aardige namen genoemd hebben. Ja, in dat kader kwam er ook een vraag binnen van Dustin. En die zegt, denken wij dat Lewis Hamilton de records van Michael Schumacher gaat evenaren en verbeteren? Zegt zelf nu dat hij misschien nog wel 5 jaar door wil. Exact, dat wilde ik net zeggen, Allard. En ik hoop het niet, hè, heb dan een beetje persoonlijke... Maar ja, records staan nooit voor eeuwig. Maar die staan nooit voor eeuwig. En ik bedoel, ik weet nog wel dat iedereen enorm opkeek naar die 5 wereldtitels van Fangio. En ja, daar hebben we in ieder geval die zijn al verbroken. En ja, ik denk als dit zo blijft en ook als de reglementen niet veranderen, dan zie ik niet hoe of wie 1, 2, 3 de dominantie van Mercedes gaat doorbreken. En ja, dan is dat mogelijk. Dan is dat mogelijk. En als hij dat doet, laten we zeggen 8 keer wereldkampioen, heeft hij dat ook verdiend. En dan moet ik over een aantal jaren zeggen, Hamilton was de beste, want hij heeft het meeste gewonnen. Maar ik hoop het niet. Nee. En niet zeggen Lewis, hè, maar gewoon, nee. Ja, ik vind dan dat hoort bij Schumacher te blijven. Ja. Net zo goed even iets wat ik dan ook vind, hè, dat door reglementsveranderingen in de loop der jaren ook de snelste trainingstijd of pole position niet meer de pole position is die Clark en Senna reden. Nee, maar en ik wil ook nog iets zeggen over die tijd. Want als je bijvoorbeeld Jackie Stewart kijkt, hè, uit mijn hoofd 25 Grand Prix overwinningen. In 99 races. Hè, dat is toch in die tijd, hè, Kees, dat hij überhaupt nog leeft. Ja. En dat hij 25% van zijn Grand Prix gewonnen heeft. Ja.
En ik dacht zelfs 50% op podium gestaan. Zo. Dat is... Ja. Daarom is het altijd moeilijk vergelijken. Nee, de tijden zijn niet. Dan kan je ook zeggen, ja, in die tijd waren de mensen ook moediger. Ja. Of misschien gekker. Ja. Maar het was... En er zijn seizoenen van 12 Grand Prix geweest, hè? Ook dat. Inmiddels 21. Ja, precies. Dus om in een jaar. En ook de puntentelling is even wat aangepast, hè? Ja. Goed. Het is mooi en groen. De kaft van jouw boek. Oh, ja. Ja, is wel een heel fraai boek. Moet ik hier tonen. Ja, heel goed. Het autocircus van weleer gaat over de Nederlandse autosport. Ja. In de tijd dat het nog een echte elitesport was. Het is van Jan Apitz. Ja. Prachtige, niet alleen schrijver, maar ook illustraties. Ja. Tekenaar. En dit boek is wel heel bijzonder. Er zijn maar 999 exemplaren. Na jaren dat het boek op de plank gelegen heeft, is dan uiteindelijk uitgekomen. En dit gaat over toch wel karakters. Ja. Laten we zeggen, één die erin staat, Maus Gatsonides. Hè. Ja. Niet de almeest geliefde man voor degene die nu hard wil rijden. Nee, maar voor de mensen die het niet weten, de man die de Vliskas heeft uitgevonden. Precies. Hè, maar deze mannen die raceten, die reden rallies, die maakten plezier. En in het voorwoord van Bernard, prins der Nederlanden, schrijft hij: Karel Schade was een van de meest kleurrijke figuren. Karel Schade, een van de mensen in dit boek. Een van de meest kleurrijke figuren die ik heb gekend. Maar dan moet hij wel heel kleurrijk geweest zijn. Nou, dat denk ik ook. Als je, laten we zeggen, de reputatie van prins Bernard leest. Hè, dan, en hij schrijft dat. Nou ja, dan kan ik me daar iets bij voorstellen. Schitterend boek. Ja. Misschien is het nog ergens te vinden, maar zeldzaam. En je kijkt nu ook naar... Kun je het zien? Het oude... even kijken, die camera. Dit is het oude circuit van Zandvoort. In de tijd van die prins Bernard. Inmiddels is het circuit veranderd. En prins Bernard is ook veranderd. Ja. Want dat is zijn kleinzoon. Ja. Maar mooi. Ik vind nu al een leuk bladerboek. En pagina 129. De naam Piet Peperkorn, Kees. Ja, alleen de naam al. Ja. Piet Peperkorn. Lex Beels. Geweldige levensartiest. Ja, fantastisch. Mooi. Dit boek is echt een genot. Het autocircus van weleer. Waar is de camera? Ja, het is... op één na zijn er 1000 van. Ja. Ik durf het bijna niet open te maken, Kees. Goed. De Grand Prix van Canada zit eraan te komen. Ik denk dat we de weergoden Pluvius nodig hebben om iets met Max op het hoogste treetje van het podium. Dat is of dan een rare factor, wedstrijd. Ik heb gezegd Mercedes. Dat kan ook, hè, natuurlijk. Iets van buitenaf kan een invloed hebben. En dat is een paar keer gebeurd in Canada. Hele verrassende uitslagen. Eén race hebben daar ook banden een hele grote rol gespeeld. Want het is hard, hoe noem je dat, zwaar voor de banden. En de remmen. En banden en remmen hebben daar heel erg te voldoen. Is ook een beetje combinatie bij elkaar. Want die remmen worden zo vreselijk warm, wat weer de temperatuur in die banden ook een effect op heeft. En je moet daar, tenminste als je het goed wil doen, redelijk zacht compound gebruiken vanwege het is een stratencircuit, dus de baan heeft niet al te veel grip, maar de snelheden en vooral bossen en de remmen verlangt eigenlijk een hardere band, dus degradatie van de grip is groot op dat circuit en dat heeft ook wel eens in het verleden voor hele spannende en onverwachte situaties gezorgd. Dus ondanks het feit dat ik voorspel ben ik niet zo goed in, maar zeg dat Mercedes gaat winnen, kan het wel eens heel anders uitpakken. Ja, nou, Kees is niet zo goed in voorspellen, dus laten we maar Kees laten voorspellen dat Mercedes gaat winnen. Want dan hoop ik dat je niet zo goed bent. Okay. Goed, daar kan ik helemaal mee leven. Dat is prima. Ben ik iets vergeten, Kees? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik denk het niet. Maar misschien heb ik dat verkeerd begrepen.
Dat wij te weinig aandacht besteed hebben aan de vrouwenformule. Nou, nee, maar dat is ook, want jij had het over oplettende. Ja. Er was één iemand die zei inderdaad dat we helemaal Peitske Visser vergeten waren. Maar ik dacht niet. Maar dat, die zat een week verkeerd, want dat hadden wij namelijk de week ervoor al gedaan. Nou ja, dat wou ik dan net niet zeggen. Ik wel. Nee, maar ik vind dat goed. Hè. Dus ja, dat, blijven dat, doen. Ja, en blijven kijken. Ja. Dan ben je goed op, nou ja, blijkbaar goed op de hoogte. Helemaal goed. Dit weekend Grand Prix van Canada. Volgende week, het weekend daarna, is de 24 uur van Le Mans. Niet te snel willen praten. Later deze week gaan we ook daarnaar vooruitkijken met een extra slipstream. Dus tot die tijd zeg ik bedankt voor het kijken. Veel plezier bij de Grand Prix van Canada. En tot de volgende keer. En vergeet je niet te abonneren. Dankjewel.